aan de orde is het commissiedebat Gasmarkt en Leveringszekerheid. En we zijn aanbeland bij de eerste termijn aan de zijde van het kabinet. En ik geef graag als eerste het woord aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de heer Velbrief. Het woord is aan u. Voorzitter, dank u wel. En de minister was zo lief om mij als eerste het woord te laten gezien het belang van het onderwerp. En daar ben ik bijzonder blij mee. Voorzitter, ik heb gisteravond tegen de NOS gezegd een man een man, een woord een woord. En dat kwam diep uit mijn tenen. Ik was gisteravond nog verbaasd over de Eerste Kamer. Inmiddels is dat wel omgeslagen in lichte woede. Ik probeer even het citaat van de senator van de VVD voor mij te pakken. Want daar staat helemaal niet dat het gaat om een rondje vragen. Wat de senator heeft gezegd, voorstel is dan ook een plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in de Kamer plaats te laten vinden nadat we meer inzicht hebben in de behandeling van het wetsvoorstel Gasmarkt en Leveringszekerheid in de Tweede Kamer. Dus als dat is afgerond. Voorzitter, dat is een vertraging van 1 à 1,5 jaar. En daarom ben ik boos. Er kunnen twee dingen aan de hand zijn. En ik ga altijd uit van het goede in de mensen. Ik heb de inloop gezien van de twee politieke leiders van NSC en BBB zojuist. Ik heb ook de heer Erkens gehoord, die ik ook al langer ken dan vandaag. Ik ga ervan uit dat hier sprake is van een misverstand. Ik ga ervan uit dat de Eerste Kamer een ronde vragen nog wilde stellen over leveringszekerheid, nadat we er al zo'n 100 hadden beantwoord. Dan doen we er nog 100, dat maakt me helemaal niets uit. En dat is ook een goed recht, heb ik gisteren gezegd. En dat ben ik totaal eens met de heer Erkens, iedereen mag dat vragen. Inhoudelijk, die kans, die leveringszekerheid toch nog even voor alle helderheid. GTS zegt, er is een probleem als er twee koude winters optreden achter elkaar. En die kans is door KNMI berekend op 1 op 80.000. Even voor iedereen die dit allemaal zo ontzettend serieus benadert. Ja, ik benader het ook super serieus. Daarom heb ik ook 100 vragen erover beantwoord en nog ongeveer vele malen 100 van de Tweede Kamer. Dus het eerste scenario is, en dat hoop ik dat dat zo is, dat dit allemaal een misverstand was, die connectie met die wet, dat de senator even door mijn antwoorden misschien op het verkeerde been was gezet, want daar werd die wet genoemd. Ja, dat kan gebeuren, dat vind ik helemaal niet erg. Dan beantwoord ik die vraag en dan behandelen we deze wet nog, wat mij betreft, deze maand. Als hier sprake is van een bewuste vertraging, dan zou ik 5 dingen daarover willen zeggen. Er waren 146 zetels in de Tweede Kamer voor. Dit rapport heet Groningers boven gas. Niet langer voorrang geven aan leveringszekerheid. Heeft de Eerste Kamer nou niks geleerd? Vraag ik mij af. Tweede punt, flauwekul-argumentatie. Wees dan eerlijk, zeg dat het je gaat om dat je geen afkoppeling van de industrie wil in noodsituaties. Wees dan eerlijk. En zegt dat het je gaat. Hè? Ik kijk even naar de heer Eerdmans. Die is recht door zee geweest. Hij steeds zegt, ik ben het er niet mee eens. Daar ben ik het totaal mee oneens. Maar daarvoor hebben we politiek in dit land. En dat vind ik prima. Als het waar is dat hier een plan onder ligt om 1 à 1,5 jaar te vertragen, dan laten we dus willens en wetens de mensen in Groningen 1 jaar tot 1,5 jaar extra in onzekerheid zitten. En wat doet dit eigenlijk met vertrouwen in de politiek? Wat moet de Groninger hier eigenlijk van denken? Die mij ziet optreden en zegt het gaat dicht. Ja, ik had ook aanleiding om dat te zeggen. 146 zetels in deze Kamer. En het land wordt niet geregeerd door de Eerste Kamer. Ik ga ervan uit dat het allemaal niet zo is. Ik ga ervan uit dat we een snelle volgende ronde kunnen hebben in de van vragen. En ik ga er ook van uit dat we dan snel kunnen behandelen daarna, de Eerste Kamer. Dat is gewoon mijn hoofdscenario. En ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertragingen van de Eerste Kamer politiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten en dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er op onjuiste grond, en nu word ik dus emotioneel. Sorry. Ik schors voor een moment de vergadering. De minister vervolgt zijn betoog. Nou, ik
ben nog staatssecretaris. Excuus, de staatssecretaris. Als ik aftreed, heb ik nog een kans. voorzitter, dan nog iets over rationeel en niet rationeel. Het SODM zegt al jaren dat er maar één veilig niveau is van winning in Groningen. Dat is nul. Er is 10 jaar lang niet geluisterd naar de SODM. Dus waarom wordt dit nog ter discussie gesteld? Er zijn reële risico's. Er is vorige week een apart rapport verschenen over het IMG, van het IMG over de psychische schade die is aangericht in Groningen. Vandaag om 1 uur verschijnt een nieuw rapport van de RUG, de Rijksuniversiteit Groningen, waar dat nog eens wordt aangetoond. Dus ik laat mij niet aanpraten omdat ik hier emotioneel van word of mevrouw Beckerman hier emotioneel van wordt. Laat ik mij niet aanpraten dat het een emotionele beslissing is. Het is een hele rationele beslissing die al veel eerder genomen was. Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.